Voorzitter, ik heb hier vaak gestaan om tegen het kabinet te zeggen, neem nou de maatregelen. Baat het niet, dan schaadt het niet. Maar als je eenmaal 10 maanden in een lockdown zit, kan je dat niet meer zeggen. Het is niet zo dat je nu maatregelen kan nemen om het virus in te dammen en dat dat zonder prijs komt. Omdat we zien dat niet alleen de fysieke veiligheid van Nederland in gevaar is, of mensen corona krijgen of niet, maar de psychische veiligheid is in het geding. Mijn hart brak vanochtend toen ik een rouwadvertentie las van ouders die beschreven over hoe hun kind op de middelbare school eigenlijk niet tegen die quarantaine kon en er niet meer is. Dat is ook een gevolg van wat wij doen in deze crisisbestrijding. En daarmee zijn er geen gemakkelijke keuzes en is het ook te makkelijk om te zeggen, ja, het is nu nodig om deze maatregel te nemen om het coronavirus te verslaan. Het komt altijd met een prijs. En daarom gaat dit debat wat mij betreft niet alleen over een avondklok. En om eerlijk te zijn, de afgelopen weken de bijna bizarre focus op één maatregel, daar gaat het niet om. Laat ik één ding helder zijn. Mijn fractie vindt dat we met dit kabinet, demissionair kabinet, in de hele Kamer met elkaar moeten samenwerken om dit virus onder controle te krijgen. Maar ook moeten opletten op al die andere zaken die er nu misgaan in de samenleving. En ik denk vooral aan al die andere jongeren. Dat betekent een bredere blik. Het begint bij de analyse. Waarom maken we ons zorgen dat we het virus nu niet onder controle hebben? Dat komt omdat er thuis nog steeds te veel besmettingen zijn. Dat komt omdat er nog steeds te veel mensen niet thuis werken. Dat zijn de twee grootste componenten die ik zie waardoor we dat virus niet onder controle hebben. Dus ja, ik snap dat je het aantal mensen thuis, het bezoek, gaat inperken. Ook heel heftig, maar ik zie een rechtstreeks verband. En het valt me dan ook tegen van het kabinet wat ze voorstellen om ervoor te zorgen dat werkgevers mensen niet dwingen om naar hun werk te komen. Wat ze voorstellen om echt hard op te treden tegen werkgevers die toch te veel mensen naar hun werk laten komen. Er wordt gesteld, we kunnen optreden als dat gebeurt. Hoe vaak is dat gebeurd sinds maart? Het kan al een hele tijd. Hoe vaak zijn al locaties gesloten? Zijn de kantoorpanden gesloten? Want kantoren zijn nog steeds open, maar mijn kinderen, onze kinderen, kunnen niet naar school. En het is hierom denk ik ook dat er in de samenleving ook zoveel discussie is over zo'n maatregel als de avondklok. Het gevoel dat er op zoveel manieren, vooral jongeren, jonge mensen, in hun kansen en in hun toekomst worden beperkt, terwijl al die andere zaken eigenlijk niet worden doorgepakt. Het geldt ook voor vaccineren. Ik maak me echt zorgen trouwens over dat we moeten oppassen tegen het advies in van de wetenschap. Als we te snel gaan, dat we zeggen, die tweede prik, stel dat maar uit, dan wil ik echt. Ik ben altijd hier om de minister aan te moedigen dat het sneller moet en beter, maar hier wil ik echt tot voorzichtigheid manen. Maar wat ik wel zie is dat er vaccins wel ingepland zijn, maar nog op de plank liggen. En dat heeft te maken met een keuze die je maakt voor de logistiek van de GGD's. Ik vind, zodra die vaccins er zijn, moet je gaan inenten. En dat betekent dat die capaciteit van inentingscapaciteit per week, per dag, omhoog moet. En heel erg snel. Voorzitter, als we het dan hebben over zo'n avondklok, dan is mijn vraag, wat gaat het bijbrengen aan de minder contacten in de thuissfeer? Wat gaat het eraan bijdragen dat er minder besmettingen zijn in de werkzetting? En heel belangrijk, welke extra maatregelen worden er genomen om ervoor te zorgen dat de psychische klachten die er ontstaan bij jonge mensen, dat we daar iets aan gaan doen? En om heel eerlijk te zijn, en ik zeg het misschien wat hard, ik heb het idee als ik de brief lees, dat dit is opgesteld door mensen die geen idee hebben wat er omgaat in de wereld van jongeren. Als je denkt dat met een website eenzamejongeren.com je eenzame jongeren kunt bereiken, dan heb je het echt goed mis. Ik heb geprobeerd te bellen met deze organisaties, ze zijn ook niet te bereiken, om te vragen hoeveel mensen komen er nou, hoeveel mensen komen er eigenlijk naar jullie website? Hoeveel mensen hebben jullie nou de afgelopen tijd geholpen? Waar jongeren bij gebaat zijn, voorzitter, en ik rond af, is dat we er toch naar gaan streven dat ze in een bibliotheek misschien hun werk kunnen doen. Dat die scholen zo snel mogelijk open gaan. En ook, en daar sluit ik me aan bij het pleidooi van de heer Jette, om te kijken naar die tijd die er is, de avondklok, om het mogelijk te maken dat ze in ieder geval nog even naar buiten kunnen. Nog even sporten. Want ons beschermen tegen COVID is net zo belangrijk als de mentale gezondheid van onze jongeren. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Meijer.